We gaan op schattenjacht met de kinderen uit de klas van juf Rut. Ben je er klaar voor? Daar gaan we! Ken je de kinderen uit de klas van juf Rut? We beginnen op de laatste rij met Noor, Tom, Saf, Wik en Kaat. En dan gaan we verder naar de eerste rij met Jun, Suus, Daan, Tess en Mit. Niet alle kinderen uit de klas van juf Rut spelen mee in dit verhaal. Hier zijn de hoofdfiguren. Suus, Wik, Noor en Saf. Deze woorden vertellen al iets meer over de schattenjacht. Zullen we ze samen lezen? Verhaal, gebouw, lamp, mummie, driehoek, kist. En nog even deze woorden erbij. Lees maar mee. Gebeurt, reizen, vreemd, blauwe, links, donker, ringen. Juf Rut trekt het doek weg. Zijn we klaar voor de reis? Dit verhaal gebeurt in een ver land. We reizen mee in het boek en we gaan op zoek naar een schat. Suus heeft haar koffer bij zich. Ze krijgt een sleutel van juf Rut. De sleutel ziet er erg oud uit. Hoort die bij een kist met een schat? Wip, wap, wop. Deze reis wordt top. Het is heel warm in dit land. Suus ziet een dier met een bult op zijn rug. Noor staart met open mond naar al het zand. Saf en Wik willen naar het water. Het blauwe water glanst in de zon. Er waait een beetje wind. Dat vinden Saf en Wik best leuk. Op het water varen heel wat boten. De witte zeilen staan bol in de wind. Wik wijst naar een vreemd gebouw. Het lijkt op een driehoek. Hij telt er drie op een rij. Daar moeten we heen voor de schat. Ze haast zich naar het gebouw. Er is een gat in de muur. Het gat vormt een deur. Binnen in het gebouw is het donker. Maar wat heeft Suus in haar koffer? Een lamp voor elk kind. Het licht van de lamp schijnt fel. Nu durven ze wel de gang in. De gang heeft hoge wanden van steen. Aan het eind zien ze een kamer. Vinden ze daar een schat? Links bij de muur staat een houten kist. Er beweegt iets in de kist. Help! Er komt een mummie uit! Noor, Suus, Wik en Saf gillen luid. Ze rennen bang weg van de mummie. Ze komen in een heel ruime zaal. Er staan vreemde mannen op de muur. De mannen wegen iets. Er staat ook een man met een staf. Naast de man met de staf is een slot.
Suus neemt de sleutel uit haar koffer. Oei, ze kan niet bij het slot. Het slot zit veel te hoog in de muur. Suus kijkt Sip, maar Saf weet raad. We bouwen een driehoek voor Suus. Noor en Saf kruipen op de vloer. Vic zet zijn handen en voeten op hun rug. Suus klimt op de rug van Vic. Ze duwt de sleutel in het slot. Een stuk van de muur draait open. Daar ligt de schat op de grond. Er zijn gouden munten, ringen en kannen. Suus, Vic, Noor en Saf hebben geluk. Juf Rut klapt het boek dicht. Vic, Suus, Saf en Noor gieren het uit. Weet je wat, juf Rut? In elk boek zit een schat. Een schat van een verhaal. Zo, beste lezer, stel je voor dat jij op schattenjacht mag. Waar zou jij graag op zoek gaan? En welke schat wil jij vinden?